Hallo allemaal, ik ben Sjoerd Griffioen. Waarschijnlijk wisten jullie het niet, maar Nederland zit, as we speak, midden in een grensdispuut verwikkeld met ons buurland, met Duitsland. Het betwiste gebied in kwestie is de Dollard, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Dat is natuurlijk de zeearm tussen Oost-Groningen en het Duitse Friesland. Nederland vindt terecht dat de grens eigenlijk halverwege de Dollard ligt, terwijl Duitsland om de een of andere reden denkt dat de hele Dollard Duits is. Nou. Gelukkig liggen de Nederlandse landsgrenzen verder best wel vast en dat is maar goed ook, want een grensdispuut kan in theorie leiden tot gewapend conflict. Dat hebben we in het verleden wel eens meegemaakt met Duitsland. Het was geen pretje. Nederland als territorium is één ding. De Nederlandse identiteit is iets heel anders. En wat betreft de Nederlandse identiteit is het eigenlijk veel lastiger om een grens te trekken tussen wat wel en wat niet Nederlands is. Eén ding lijkt dan boven alle twijfel verheven en dat is dat Nederland een modern land is. Maar dat brengt ons geen steek verder, omdat niemand het vervolgens eens kan worden over wat modern zijn betekent, wat moderniteit precies is. Dus ik ga jullie ervan overtuigen dat de grenzen van Nederland als modern land eigenlijk helemaal niet vastliggen. En ik ga dan inzoomen op dit begrip modern zijn, op moderniteit. Het is een begrip dat je namelijk vaker tegenkomt dan je zou denken. Als iemand zegt, dit is achterhaald, dit kan eigenlijk niet meer in deze tijd, dit is achterlijk of anachronistisch, dit past niet in een modern land als Nederland, dan doet iemand daarmee in feite een uitspraak over wat de moderniteit is. Denk aan bijvoorbeeld religieus onderwijs of de monarchie. Er wordt verondersteld, dit is niet modern, dan volgt er eigenlijk de suggestie dat men dan weet wat wel modern is. Mijn punt is dat de grens tussen modern en niet modern eigenlijk net zoals de Dollard een betwist gebied is. De vraag is dan steeds, aan welke kant van die grens valt religie? En specifieker, welke religie? Deze vraag aan welke kant valt religie ligt eigenlijk ten grondslag aan heel veel actuele kwesties. Ik noem drie voorbeelden. Ten eerste de monarchie, het koningshuis. Is dat eigenlijk nog wel van deze tijd? Was het wel in een modern land? Arjan Lubach, jullie alle bekend, groot denker en satiricus, die vindt bijvoorbeeld van niet. Hij wilde in 2015 de eerste farao der Nederlanden worden. Dat is trouwens niet gelukt. Maar de gedachte was dat een farao eigenlijk net zo bizar is vandaag de dag, net zo belachelijk als een koning. Het kan gewoon niet meer. Het is achterhaald, het is anachronistisch. En een farao is dan een stuk leuker natuurlijk en ook goedkoper. Want wij betalen 43 miljoen euro belastinggeld aan het koningshuis elk jaar. En als Lubach farao wordt, hoeven we alleen zijn salaris te betalen. En dat doen we toch al. Wat heeft dit met religie te maken? Heel veel republikeinen die zijn van mening, en ik denk dat ze hierin wel een punt hebben, dat religie eigenlijk de belangrijkste bron van legitimiteit vormt voor de monarchie. Dus vroeger dacht men dat de koning God op aarde vertegenwoordigt. Maar nu in de moderniteit zegt Nietzsche dat God dood is. Er is sprake van secularisatie, het verdwijnen van religie. En daarmee droogt dus eigenlijk ook die bron van legitimiteit voor de monarchie op. Dus de suggestie is dat religie eigenlijk niet meer een plek heeft in de moderniteit. En daarmee de monarchie automatisch ook niet. Dus doordat religie verdwijnt, wordt koning Willem-Alexander eigenlijk ook gewoon maar een kerel. Weliswaar iemand uit een goed milieu, maar misschien niet de beste kerel om ons land te leiden. Dus de monarchie heeft eigenlijk geen plek in een modern land, aldus Lubach. Voorbeeld 2, bijzonder onderwijs. Men wil vooral religieus onderwijs afschaffen, of in elk geval de publieke financiering daarvan. Want de suggestie is dat religieus onderwijs eigenlijk niets meer is dan indoctrinatie of brainwashing, want dat heeft een negatieve connotatie. En de gedachte is dan, mensen indoctrineren, prima, maar doe dat niet van onze belastingcenten. Ik kwam dit citaat tegen in de krant, daar stond publieke opvattingen financieren met, private opvattingen financieren met publieke middelen is niet van deze tijd. De suggestie is niet alleen dat religie een privézaak is, de suggestie is ook dat religie zelf ook niet van deze tijd is. Daarmee wordt religieus onderwijs eigenlijk een soort van vreemde, ongemakkelijke, religieuze, niet-moderne enclave in een modern land als Nederland. Maar eigenlijk hoort het hier niet thuis en eigenlijk horen wij daar geen belastingcenten voor te betalen. De moderniteitsopvatting die hier aan de grondslag ligt is dat religie antimodern is en moderniteit antireligieus.
Dus religie op de grens van modern en niet-modern is net zoals de dollar het twistgebied. En dit kamp plaatst religie dan aan de overkant van de grens, bij het achterlijke buurland van de moderniteit, de middeleeuwen, de religieuze middeleeuwen. Maar niet iedereen plaatst religie alleen maar aan de kant van de middeleeuwen. En dit brengt me op voorbeeld 3. Er zijn ook mensen die religie wel aan deze kant van de grens plaatsen. Maar dan moeten we ons afvragen, welke religie hebben ze het precies over? Want conservatieve politici en ook populisten zoals Geert Wilders, die zijn van mening dat de moderniteit eigenlijk geworteld is in de joods-christelijke cultuur. Dus dingen die wij als typisch modern zien, die we eigenlijk met de verlichting associëren, zoals vrijheid, gelijkheid, democratie, tolerantie, die worden geframed als christelijke deugden die beschermd moeten worden tegen mensen met een anders gelovige achtergrond. Geert Wilders denkt met name aan moslims. Dus het lijkt er even op dat dit kamp eigenlijk wat toleranter is ten opzichte van religie, wel bereid is om religie een plek te plenen in de moderniteit, maar bij nadere inzien blijkt dat ze hierin heel selectief zijn. En bij nadere inzien blijkt dat ze de joods-christelijke cultuur alleen maar uit de kast trekken om anderen buiten de deur te houden. Nou, wat is hier precies aan de hand? De politieke filosoof Carl Schmitt, zelf trouwens buitengewoon omstreden, maar hij zou zeggen dat dit debat rondom religie laat zien dat de moderniteit een politiek begrip is. Politiek gaat bij Schmitt om de vraag, het gaat bij hem om het maken van een wij-zij onderscheid. Een onderscheid tussen vriend en vijand. Hij vindt dat als je een vijandsbeeld creëert, dan creëer je eigenlijk ook meteen een beeld van jezelf. Dus door je af te zetten tegen een ander, kan je bewust worden van wie je zelf bent. Dus hij zegt ook dat elk begrip, hoe abstract ook, wat dat betreft hele concrete politieke implicaties kan hebben. Dus in ons geval betekent dit dat elke uitspraak over wat de moderniteit is, meteen een uitspraak impliceert over wie dan wel en wie dan niet modern is. De vraag is hier, wie hoort bij onze club en wie niet? Dus in het debat om wat de moderniteit is en wie erbij mag horen, vormt religie eigenlijk het belangrijkste betwiste gebied. Dus conservatieve politici en populisten zoals Geert Wilders, die willen de moderniteit wortelen in de joods-christelijke cultuur, terwijl voorstanders van een atheïstische moderniteit, zoals Arjan Lubach, eigenlijk uitgaan van een radicale breuk tussen religie en moderniteit. Maar beide, vind ik, gebruiken het begrip moderniteit op een politieke manier, namelijk om een wij-zij onderscheid te maken. De vraag aan welke kant van de grens tussen modern en niet-modern valt religie, is dan bepalend voor welk zij wordt gecreëerd, welk beeld van de ander. Dus of de niet-joods-christelijke gelovige, hè, de moslim, of eigenlijk elk gelovig mens wordt als de niet-moderne ander neergezet. Deze vraag gaat vooraf aan de tweede vraag die politiek gezien buitengewoon belangrijk is. Namelijk, hoe moeten we dan omgaan met die mensen die wij als niet-modern beschouwen? Moeten we tolerant zijn ten opzichte van die mensen of niet? Geert Wilders denkt natuurlijk van niet, zoals we weten. En Arjan Lubach, als hij in een goede bui is, waarschijnlijk van wel. Maar dat weet ik niet precies. Ik denk dat die hele discussie over wat de moderniteit is en waar religie dan geplaatst moet worden, eigenlijk niet op te lossen valt. En dat komt omdat de moderniteit geen vast omlijnd begrip is. Dus Nederland heeft alleen maar de dollar als betwistgebied, waarbij de moderniteit is eigenlijk de hele grens rondom dit concept, betwistgebied. En religie is ook niet het enige grensdispuut, ook al is het wel degene die het meest in het oog springt. Dit komt ook omdat moderniteit geen ding is dat objectief bestaat in de werkelijkheid. Het is niet een tastbaar iets, het is een abstract begrip dat eigenlijk alleen maar gedefinieerd kan worden aan de hand van waardeoordelen, aan de hand van normatieve claims die niet door iedereen geaccepteerd zullen worden. In de filosofie noemen we dit een essentially contested concept of een wezenlijk betwist begrip. Nou, dan weten jullie dat ook. Wat mij betreft is het prima als jij één versie van de moderniteit wil verdedigen. Als je of een atheïstische moderniteit wil verdedigen, of als je de moderniteit wil wortelen in de joods-christelijke cultuur. Prima. Maar wees je van bewust, zou ik zeggen, dat dit maar één versie van de moderniteit is. Er zijn er meren. Wees je er ook van bewust dat de grens tussen modern en niet-modern niet vaststaat. Wees je van bewust dat de moderniteit permanent is verwikkeld in een grensdispuut. Wees je er ook van bewust dat elke uitspraak over wat moderniteit is, meteen een politieke uitsluiting betekent. Het is meteen een uitspraak over wie dan volgens jou niet modern is.
En volgens mij is dat onvermijdbaar, maar laten we niet doen alsof de grenzen wel vast liggen. Als je zegt, dit is niet van deze tijd, dan ga je eigenlijk voorbij aan het feit dat dat nog steeds ter discussie staat. Wat van deze tijd is, wat modern is. Zo'n uitspraak, dit is niet van deze tijd, is retorisch weliswaar buitengewoon effectief, maar filosofisch gezien is het geen goed argument. Wat betreft dit betwiste gebied, religie, modern, niet modern, komen we waarschijnlijk nooit verder dan Nederland en Duitsland over de Dollard Ames kwestie. In 1960 hebben deze twee landen een verdrag gesloten dat eigenlijk niets meer was dan een agreement to disagree. Ik vind het prima, want een grensdispuut is nog niet meteen een gewapend conflict. Verder stel ik dit voor. Misschien is bij gebrek aan consensus over wat modern is, de moderniteit wel een discussie zonder einde. Ook bij gebrek aan een overkoepelend wereldbeeld blijven we gewoon praten over wat modern is. We komen er nooit helemaal over uit. Dat wil ook niet zeggen dat de moderniteit een zinloos begrip is geworden. Want we kunnen het sneller over met elkaar over eens worden dat heksen verbranden niet van deze tijd is. In vergelijking met religieus onderwijs bijvoorbeeld. Ik zou het ook zeggen van misschien kunnen we de relatie tussen moderniteit en het religieuze verleden ook zo voorstellen. Als een discussie. Dus niet als een naadloze continuïteit of als een radicale breuk, maar als een kritische dialoog met dit religieuze verleden. Maar dit is uiteraard zelf ook maar een betwistbare interpretatie. Dank u wel.